Hallo jongens en meisjes, ik ben Freddy. Freddy van de Afval Roadshow. En dit is de Afval Roadshow, deze wagen. En dat is een onderdeel van onze campagne Doe Meer Met Afval, zoals het daar op die groene poster staat. En nou ja, die hebben jullie misschien wel eens zien hangen. Op driehoeksborden bijvoorbeeld in het dorp of op vuilniswagens. En de laatste campagne etappe hebben we gedaan over papier en over textiel. We staan bij de Amalie Astro School in Baren en bij mij staat Freddy van der Brugge van Doe Meer Met Afval. Wat doe je met deze grote wagen bij deze school? Ja, dit is een onderdeel van onze campagne Doe Meer Met Afval. En dat is een initiatief van alle Utrechtse gemeenten. En die doen dat samen met Afvalverwijdering Utrecht. En deze wagen die gaat langs scholen, maar ook langs markten en evenementen door alle Utrechtse gemeenten. Om de mensen duidelijk te maken en ook de kinderen dat afvalscheiden nog steeds heel belangrijk is. Bepalen jullie zelf naar welke gemeente gaat of kunnen de gemeentes dat aanvragen? Dat kunnen gemeentes aanvragen en wij doen ook actief benaderen we gemeenten. Maar in dit geval was het helemaal bijzonder, want hier zijn we benaderd door een leerling van de school. En die had de wagen al een keer zien staan op de gemeentedag in Baren. En die wilde graag dat deze wagen naar haar school kwam. Gebeurt dat vaker dat de kinderen het aanvragen of was dat de eerste keer? Dit was echt de eerste keer en we hopen dat het initiatief van dit meisje, Fleur heet ze, ook door andere kinderen wordt opgevolgd. Fleur, door jou staat eigenlijk deze prachtige bus nou bij de school? Ja. Want je had een spreekbeurt gedaan over afval en toen had je het idee van nou, had je dit ergens gezien, zien staan, die grote bus? Ja, we waren op een culturele dag in Baarn en toen had ik hem zien staan. En toen had ik later bedacht dat ik mijn spreekbeurt over recyclen wou houden. En toen dacht ik dat die misschien kon komen. Vind jij het belangrijk dat het afval gescheiden wordt? Ja, want anders zouden er over 50 tot misschien 200 jaar geen mensen meer leven. Weet je goed moet? Ja, 1, 2, 3. Jasper, jij hebt net het spelletje waar we bij staan gedaan. Wat was daar precies de bedoeling van? Nou, dan heb je allemaal schuifdingetjes. En die moet je dan, er zijn er 8 vakjes. En dan moet je, er staat er een plaatje op. En dan moet je dan, die dan proberen in het goede vakje te schuiven. En als het goed is, hoor je een piepje. En begint er een lampje te branden. En als die fout is, gebeurt er niets. Wat zijn jullie aan het doen, jongens? Ja, dat weet ik niet zo goed. Nou, jij weet het vast wel. Ja, we zijn proberen dezelfde dingen, helften moet je proberen dan samen te krijgen in een goede vorm. Dus hier zie je dus de schil van een appel daar en dan de telefoon. En dan draai je hem dus keihard en dan proberen we hem op dezelfde vorm te krijgen. Eigenlijk een soort puzzel. Ja. Afval en kinderen, is dat belangrijk? Dat is heel belangrijk. Kinderen moeten al vroeg leren wat je met afval kunt doen en dat je het niet overal maar neer moet gooien. Zeker niet op straat, maar in de juiste afvalbak of in de juiste zak. En dat het ook weer nuttig gebruikt kan worden zonder dat het milieu daar zwaar mee belast wordt. Ja, deze bus staat bij de Amalie Astro School. Ik heb er zelf toch nog wel dingen van geleerd als ik in de bus heb gekeken. Heeft u er nog wat van opgestoken? Ook nog. Ik heb het elektrospel even gedaan en dan een paar dingen goed, maar ook een ding fout. Dus dan denk je, oh ja, dat kun je er ook van maken. Oh, dat wil ik ook zo. Is dat? De telefoon kijken, de telefoon filmen. U gooit heel veel GFT afval weg, appeltjes, peertjes, de schillen van de aardappels. Daar wordt ook van alles mee gedaan. Ja, GFT staat inderdaad voor groente, fruit en tuinafval. En ook bladeren en takken en tuinafval kun je dus in je groene container gooien. En het leuke van dit verhaal is, want dat is ook weer een goed voorbeeld wat er met het afval wordt gedaan in Utrecht. Al het GFT-afval van alle Utrechtse gemeentes wordt verzameld en gaat naar een bedrijf in Gelderland. En die vergist dit GFT-afval. Dan komt er biogas vrij en dat biogas wordt omgezet in groene stroom.
En dat is dus een nieuw product wat gemaakt wordt uit groente, fruit en tuinafval. En daarnaast, wat er overblijft, daar wordt weer nog compost van gemaakt. En dat is vrij uniek in Nederland. Maar die groene stroom, dat is dan alleen in de provincie Utrecht? Nou, die groene stroom die het bedrijf omzet, dat wordt gebruikt onder andere om het bedrijf draaiende te houden, om het bedrijf te verwarmen. En daarnaast worden er nog 4000 woningen mee voorzien van energie. Ja, en dat allemaal van je appeltje wat je weggooit, hè? Ja, onder andere van je appeltje. Wat gaan jullie doen? Nog een keer? Wij zijn aan het luisteren over die afval. Kijken. Ik denk deze. Fout! Doe je thuis netjes al het afval scheiden? Nu ook het plastic in de speciale plastic zakken en het GFT in de speciale groene kliko. Doe je dat altijd heel netjes? Ja. Dat was kort maar krachtig. Heel goed, hè? Dankjewel. Clip over.